In deze video leg ik de verschillen uit tussen het basic account of het custody account bij de Giro, zodat je zelf een goede keuze kunt maken voor het account dat het beste bij jou en je beleggingsstrategie past. Dit is namelijk misschien wel een van de meest gestelde vragen die ik ontvang van: als ik een account ga aanmaken bij de Giro, welk type account moet ik dan kiezen? Dat hoop ik hier dus te beantwoorden, maar vaak zijn er nog heel veel andere vragen rondom de Giro. Dus heb je nog andere vragen, ben je op zoek naar informatie? Op de website heb ik een pagina geopend, passiefinkomen.nl/degiro. Waar heel veel veelgestelde vragen dus zijn samengevat. Het antwoord staat er meteen al bij, dus hopelijk vind je daar alle informatie die je nodig hebt. Maar laten we dan weer gaan kijken naar deze twee type accounts en wat het eerste verschil zit. En het eerste verschil zit hem in de producten die je kunt kiezen. En afhankelijk van welk account je kiest, zijn bepaalde producten wel toegankelijk voor jou en voor het andere account dus juist niet. Er zijn natuurlijk ook producten die voor beide accounts toegankelijk zijn waar je gebruik van kunt maken. En dit zijn dus aandelen, obligaties, trackers, oftewel ETF's en fondsen. Maar we willen juist ook de verschillen zien tussen deze accounts. Dus wat is er wel mogelijk in het basic profiel, maar niet mogelijk in het custody profiel? Het eerste daarvan is short gaan, dat is niet mogelijk. Ook turbo's, speeders of sprinters nemen is niet mogelijk. En tenslotte het handelen in derivaten is dus niet mogelijk bij het custody account. En dat komt natuurlijk ook omdat het custody account gebaseerd is op minder risico. Daar komt de naam custody ook vandaan, hechtenis, hoede, bewaring. Dus dat is een beetje veiliger. En daarom zul je dus zien dat producten met een hoger risico, zoals het short gaan, niet mogelijk zijn. Maar ook het uitlenen van jouw aandelen is niet mogelijk. En dat is het tweede grote verschil eigenlijk tussen deze twee type accounts. Het uitlenen van aandelen is wel mogelijk bij je basic account, maar niet mogelijk bij het custody account. Dus stel jij koopt aandelen van een bedrijf zoals Tesla of misschien Philips en je hebt die in je portefeuille zitten, dan kan het zijn dat iemand anders graag die aandelen van jou wil lenen. Dat gebeurt natuurlijk allemaal op de achtergrond, daar hoef jij zelf niet naar om te kijken. En dat is dus bij het basic account wel mogelijk dat iemand dan jouw aandelen zeg maar tijdelijk overneemt, terwijl dat bij het custody account niet mogelijk is. Waarom is deze mogelijkheid tot uitlenen er dan? Nou, dat heeft ermee te maken dat sommige mensen short willen gaan. Ik zal niet te diep ingaan wat short gaan is. Maar het houdt er op zich op in dat iemand denkt dat bijvoorbeeld het aandeel Tesla, wat nu $200 is, over een tijdje $100 is. Dan wil hij eigenlijk nu jouw aandeel lenen om het op een later moment aan jou terug te geven. Op het moment dus dat hij het voor $100 kan kopen. En dan heeft hij natuurlijk het verschil tussen die $200 en die $100 verdiend. Al die tijd blijft natuurlijk het aandeel wel gewoon in jouw portefeuille zitten. Dus je ziet het gewoon staan in je overzicht. Alleen iemand anders heeft het eigenlijk tijdelijk van jou geleend. Er zijn natuurlijk wel risico's aan verbonden. Dat is ook een belangrijk punt dat ik hier wil bespreken. Want naar mijn mening zijn deze risico's goed afgedekt. Want ten eerste moet de klant die dus aandelen gaat lenen ook een tegoed echt maar neerleggen. Een garantie neerleggen bij de Giro. Dat ze altijd weer iets achter de hand hebben mocht er iets misgaan. Mocht de koers te veel gaan afwijken. En ten tweede staat ook de Giro zelf garant voor die klant die dus aandelen van jou leent. Dus pas als beide van deze partijen, dus zowel die klant met het geld dat hij heeft ingelegd, als zowel de Giro failliet gaan, pas op dat moment zou je in principe dan je aandelen verliezen. Die kans is gewoon heel erg klein. En meer daarover heb ik in een eerdere video besproken. Ik zal hem hier even linken. Dat gaat helemaal over de veiligheid van beleggen. Niet alleen dit punt, maar nog veel meer andere punten worden daar ook in besproken trouwens. En dit uitlenen van aandelen is gewoon een verdienmodel van de Giro. Ten eerste is het natuurlijk toegestaan in Nederland dat dit op deze schaal gebeurt. Waarschijnlijk omdat het dus niet al te veel risico's meeneemt. Omdat de Giro natuurlijk bepaalde zekerheden heeft moeten inbouwen in dit systeem wanneer er aandelen uitgeleend gaan worden. En het is dus een verdienmodel van de Giro. De Giro ontvangt namelijk een bepaald bedrag of een rente zolang die aandelen worden geleend. En daarmee kunnen ze de tarieven laag houden, dus daar profiteer jij ook weer van. Maar wanneer je dus een custody account hebt, dan worden jouw aandelen niet uitgeleend. Dan kan de Giro dus eigenlijk ook geen geld verdienen aan jouw aandelen. En daarom hebben ze daar een andere manier, zeg maar, om toch te verdienen aan jou. En dat houdt in dat wanneer je dividend ontvangt van aandelen die jij bezit, dat je dan 10% van het dividendinkomen wordt dan door de Giro ingehouden als vergoeding, dat ze toch nog een manier hebben om te verdienen aan jou. En dat wil dus zeggen dat wanneer jij €100 dividend zou ontvangen bij een basic account, je ook de volledige €100 ontvangt. Maar bij een custody account, waar dus niet jouw aandelen worden uitgeleend, ontvang je dan niet de €100 dividend, maar uiteindelijk dus €90 dividend. En op die manier, dat is eigenlijk de vergoeding die jij de Giro betaalt, zodat ze niet jouw aandelen gaan uitlenen. Denk vooraf wel goed na welk type account je gaat kiezen, want je kunt naderhand niet van account type wisselen.
Zelf heb ik het standaard of basic account bij de Giro. Dat was geen bewuste keuze toen ik het aanmaakte. Maar achteraf gezien, als ik nu opnieuw een account zou aanmaken, zou ik daar weer voor kiezen. Waarom zou ik daarvoor kiezen? Nou, omdat daar meerdere producten mogelijk zijn. Dus mocht ik in de toekomst ooit shorts willen kopen, derivaten willen doen of bijvoorbeeld turbo's willen nemen, dan heb ik daar de mogelijkheid toe. Aan de andere kant, mijn aandelen worden wel uitgeleend, maar ik weet ook welke risico's daaraan zijn verbonden en hoe die risico's worden afgedekt. Ik denk dat dat heel erg goed is, dat het risico dat het misgaat wel heel erg klein is. Dus dat wil ik best wel nemen, dat risico. En daarom zou ik dus voor het basic of standaard profiel kiezen als ik een account aan zou maken. Maar misschien is dat voor jou anders. Misschien wil je juist je risico's heel erg afdekken. Past het custody profiel veel beter bij jou. Dus denk gewoon van tevoren goed na. Wat wil je nu doen met beleggen? Wat wil je eventueel in de toekomst doen? Welke risico's wil je wel nemen of juist afdekken? En maak op basis daarvan dus een keuze welk type account je gaat kiezen. Want dat is naderhand dus niet meer mogelijk om te veranderen. En heb je die keuze dan gemaakt en ben je klaar om een account te openen bij de Giro? Ook onder deze video vind je een link naar de Giro om een account te openen. Op die manier kun je het kanaal steunen en het kost jou niks extra's. En als het goed is, weet je dan bij het aanmaken van het account welk type account je wilt hebben. Omdat je nu alle informatie hebt. Heb je nog meer vragen of wil je meer informatie over de Giro? Zoals gezegd, op een pagina op mijn website heb ik daar eigenlijk alles verzameld over de Giro. Een passiefinkomen.nl/de Giro. Daar is alles terug te vinden. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik je hiermee in ieder geval een antwoord heb kunnen geven. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik dat deze video geholpen heeft. Kan ik misschien meer van dit soort video's maken. En meer mensen krijgen deze video te zien op YouTube. En wil je zelf nog meer video's zien zoals deze? Elke week maak ik 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik jou graag in de volgende video terug.